Ik wilde dus beginnen als virtueel assistent. En ja, ik worstel eigenlijk met heel veel dingen. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Wat ga je doen? Hoe zorg je dat die basis goed is? En ja, en hoe ga je dan verder? Dus eigenlijk heel praktisch was ik op zoek naar ondersteuning daarvoor. De prijs was wel iets waarvan ik dacht, oeh, dat is wel veel geld. Maar ja, na een gesprek met Danielle was ik op een gegeven moment gewoon over. Want ik denk, ja, ik moet gewoon nu een stap gaan zetten. Ik wil dit, dus ik ga ervoor. En dan is dit gewoon een investering in mezelf. Ik denk over de hele breedte kan ik gewoon zeggen dat ik er heel veel aan heb gehad. Op alle vlakken. Ik heb financieel vlak veel geleerd. Over van, goh, dat je nadenkt over, ja, wat heb ik nodig, waarvoor? En hoeveel wil ik verdienen? Wat worden mijn doelstellingen? Hoe ga ik bij die doelstellingen komen? Ja, jezelf laten zien en niet bang zijn om jezelf te laten zien. En gewoon doen. En hoe doe je het dan? En wat voor tools kun je daarvoor gebruiken? En ja, en ja, ik heb eigenlijk best wel heel vaak de kunst ook afgekeken van Danielle. Van, ja, zij doet dat ook gewoon. Dus waarom zou ik dat niet gewoon kunnen doen? Iedereen die denkt, ik wil virtueel assistent worden en ik weet niet hoe ik het over de hele linie moet aanpakken, die zou ik willen aanraden om de opleiding te gaan volgen.